Naast mij staat Pieter Jan Bus, onze rollenbankkandidaat voor deze week, met een schitterende semi-klassieke Volvo. Pieter Jan, wat is het ongeveer voor auto? Het is een Volvo 47 GLE uit 1986. Er zit een 2 liter motor in en hij komt uit Italië. Dus het is geen motor die hier in Nederland ooit is geleverd? Hij is inderdaad hier niet geleverd, inderdaad. Belastingtechnisch wel, denk ik, in België en in Italië. Hey, en er zou 121 pk in moeten zitten. Heb je het idee dat dat erin zit? Ik denk het niet, want hij rijdt tot 95 rond. Dat is ook de reden dat ik hier hem opgegeven heb. Het is KJET, het is een heel gevoelig systeem, dus ik ben echt benieuwd wat er nog in zit. Ik denk minder dan Svensson. Gisbert, een oude Volvo op de bank. We zochten naar 121 pk, maar die heb je niet gevonden, hè? Nee. Er zijn 112 paardjes zijn er op stal. En die laatste paar die zijn verdwenen. Ik weet niet waar ze heen zijn, maar niet aanwezig. Er zitten nog 112 pk zit erin nog. Ja, maar wel flink meer newtonmeters. Ja, hij zou 158 moeten doen. Ja. En doet 167, dus zeg maar 9 newtonmeter erbij. Dus op zich hartstikke goed. Nou, denkt de eigenaar dat het eraan ligt dat hij 95 heeft getankt en dat er 98 in hoort. Maar zou dat enig verschil moeten maken bij zo'n motor? Wat ik net begreep is dat deze al uitgerust is met klopsensor. Een klopsensor kan uiteindelijk de ontsteking bepalen of dat de timing redelijk juist is, zeg maar. Er is eerst een mogelijkheid dat met een betere brandstof inderdaad de ontsteking net 1-2 graden vroeger kan. En dan heb je een paar pk erbij, dus het zou kunnen. Ja, precies. Ja. Dus als hij 98 tankt, dan heeft hij geen turbo meer nodig op zijn Volvo. Nee, dan in principe ga je dan inderdaad ietsjes hoger. Maar turbootje is natuurlijk altijd nog wel even wat grotere stappen snel thuis. Je komt weliswaar 9 pk tekort, maar je hebt wel flink meer trekkracht dan opgegeven. Ben je tevreden met het resultaat? Ik ben zeer tevreden met het resultaat. Dat is zeker trekkracht waar ik niet weet waar het zit. En heel mooi resultaat inderdaad voor de oude beestje. En dan hoort er eigenlijk 98 benzine in. Ik had het er net al over met Giesbert. Waarom tank je dat eigenlijk niet? Dat is niet te krijgen in de Zoetermeer omgeving. Dat vind ik wel heel jammer. Dus vandaar. Ja, puur praktisch dus? Puur praktisch inderdaad, ja. Ik had liever 98 gehad inderdaad. Ja. Nou, bedankt dat je er was.